Ja, verder hadden we natuurlijk het ellende nieuws uit Noord-Afrika. Waarvan je in ieder geval één generalisatie kunt toch wel aan. Ja, het weer zat tegen. Aan een aardbeving valt geen bal te doen. Dat weet ook iedereen. Zeker niet bij dat type van architectuur op die locaties. Maar de totale incompetentie van de beide overheden, dat tref je toch wel midden tussen de ogen. Marokko en Libië bedoel je? Ja. Marokko kwam en die wouden die buitenlandse helpers niet hebben. God mag weten waarom. De hulp kwam heel traag en moeizaam op gang. En hij had de indruk dat het nog niet keihard liep. Iemand vertelde een verhaal dat zodra de tv-camera's draaiden, waren ze geweldig druk aan het scheppen. En als de camera's uitgingen, stopten ze met scheppen. En je begrijpt ook wel dat die doorbraak van die twee dammen daar in dat Gira, of hoe het mogen heten. Ja, wat blijkt nu natuurlijk, al jaren verwaarloosd. Er zaten al, weet ik hoe lang, barsten in. Iedereen wist dat het er niet goed uitzag. Er is niet gewaarschuwd, er is niks aan gedaan. Libië heeft als gevolg van onze magistrale interventie van enkele jaren geleden, niet waar, weet je nog, Cameron en hoe heet die Franse pief, Sarkozy, hebben we, hoe heet het, de Gaddafi weggejaagd. En hebben we iets voor in de plaats gekregen wat stuk en een stuk erger is. In ieder geval voor de bewoners van Libië. Maar ook voor die mensen uit Afrika die richting Europa trekken. Ja, er zijn twee stuwdammen gewoon bezweken. En nou, je hebt de foto's gezien. Vooral die satellietfoto's zijn wel indrukwekkend. Mm. In negatieve zin. Maar goed, je ziet daar dat je in die landen. Dat een incompetente overheid. Kijk, wij hebben het nu in Nederland gehad over een. Hoe moest ik het zeggen? Een moreel failliete overheid, althans op die punten. Maar een incompetente overheid, daar ben je ook een. Al die mensen die daar verdronken zijn, die zijn het slachtoffer van een incompetente overheid. Het is treurig om het te moeten kunnen constateren. Het is niet onze lieve heer die dam heeft laten breken. Dat is de Libische overheid. En dus ongeacht welke partij er zit. Ja, daar maakt daar helemaal niks uit als ik het goed begrepen heb. Ze zijn allemaal gek. En wat maakt ze incompetent? Dat is ook een weinig nuttige beschrijving, mijnerzijds. Incompetent is dat je twee stuwdammen hebt. Die je blijkbaar niet onderhoudt. Waarvan je wel zegt, ja, ze zitten vol met barsten. Maar ja, kunnen dat geld beter besteden aan een dure auto of iets in die geest. En moeten we de mensen waarschuwen? God, waarom zouden ze bang maken? Dat heeft ook geen zin. Zal het voorlopig doen, knijpen we de oogjes toe. Kijken we het door. Allerlei. Tot het misgaat. Tot het misgaat. Ja. En dan gaat het goed mis en heb je tienduizenden doden. Wat vind je van de rol van Nederland en misschien wat breder het Westen bij deze twee rampen? Nou ja, we staan altijd meteen klaar met zo'n ploeg en met snuifhonden en ik weet al niet wat. Maar dat is natuurlijk, zal ik daar nou van zeggen, dat is marginaal werk in landen die niet deugen, als je het zo wil noemen. Nou ja, er zijn ook oproepen om Giro 555 te openen voor in ieder geval Marokko, maar dat is nog niet gebeurd bij mijn weten. Oh, ja, ik ben graag bereid iets te sturen, maar ja, dat is ook zo'n beetje betrekkelijk roos gebaar, toch? Nou, de vraag is dan iedereen ook. Iedereen weet dat die landen waardeloos bestuurd worden. Ja, dus komt het wel goed iedereen terecht. Iedereen weet dat eigenlijk heel Noord-Afrika dat klote landen zijn. Daar hoef je niet moeilijk over te doen natuurlijk. Kijk naar Tunesië. Het zijn allemaal van die landen die dan eerst een klein aanloopje maken. Dat je denkt, misschien wordt het toch een beetje beter. Ja. Hè? Misschien is het toch ergens goed voor geweest, die lente. Die Arabische lente. En dan gaat het weer totaal fout. Kijk naar Tunesië, waar dat allemaal begonnen is in de tijd. Kijk naar een land als Egypte. Dat moet op een goede dag totaal fout lopen. Maar goed, dat wachten we dan nog even af. Kijk naar een land als Zuid-Afrika. Nou ja, enzovoort. Soedan, wat dacht je daarvan? Hadden we een oplossing, twee Soedans, Noord en Zuid. En kijk eens aan. Ja, terug is natuurlijk dat het hier om mensenlevens gaat. Hè? En dat die mensen dus te maken hebben met een incompetente overheid die ze niet helpt. Zeker. Sterker nog, die ze niet helpt. Die ze afschuwelijk bejegent, want daar komt het natuurlijk op neer.
En je ziet dat er in een schijnbaar perfect georganiseerd land als Nederland, een van de welvarendste landen ter wereld, nietwaar, doet onze eigen overheid dingen die moreel totaal onverantwoord zijn. Nou, daar heb je Libië, met wat voor achtergronden, wat voor sociale structuren enzovoort. Hebben dat soort van landen te maken. Dat is een vrij hopeloze toestand. Maar die twee landen zijn Nederland en Libië en Marokko zijn toch niet met elkaar te vergelijken als je het hebt over bestuur? Nee. Daarom is het extra pijnlijk dat wij zoveel beter en knapper en rijker zijn en tegelijkertijd dat onze eigen overheid verschrikkelijke dingen doet. Op ons niveau, maar desalniettemin wel verschrikkelijk. Hmm. Maar is er niet op elke overheid iets aan te merken? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar je weet, dat is een bekende vorm van redenering. Van ja, luister nou eens even. Dat hebben wij wel gedaan, maar het is bijvoorbeeld in Luxemburg veel erger. Oh ja. Echt waar, joh. Ook dat Luxemburg en Frankrijk ook. Dat als je dat zou weten, hoe slecht het daar. Nee, dat is geen enkel excuus. Ja. Dat zijn dus jij gaat uit stelen. En dan word je erop aangesproken. En dan zeg je, ja maar. Mijn buurman gaat ook elke avond uit stelen. Ik bedoel, ik heb geen zin om een beetje mijn eigen portemonnee te beschadigen. Ja. Dat doet me een beetje denken aan het argument dat Rutte gebruikte toen het kabinet net was gevallen. Toen zei hij, ja, maar het is ook alweer 10 jaar geleden toen het vorige kabinet is gevallen, vroegtijdig. Ja, en Rutte is veel te lang blijven zitten. Ja. Dat ligt ook natuurlijk aan onze andere politieke partijen, aan onze volksvertegenwoordiging. En uiteindelijk altijd aan de kiezers. Hmm. Ja, het is jammer voor de kiezers, maar zo is het. Laten we nog eens een ander dingetje bekijken wat deze week speelde. Dat is namelijk die blokkade van de A12. Ik hoop niet dat je daar naartoe moet, want ze zijn iedere dag de boel aan het blokkeren daar. Nee, je kunt gewoon omrijden, toch? Of niet? Dat kan altijd, maar als je bijvoorbeeld... Ik heb het nog wel eens gezien, nog wel er is als wat met die A12. De Utrechtse baan en, is. En als mij. Je dan dus naar boven rijdt, dus de A2 naar boven en dan naar links langs Schiphol en dan weer naar beneden. Ja. Dat scheelt in de praktijk een paar minuten. Maar, ja, ik wil het niet bagatelliseren, maar dat is... Je bent wel iets langer onderweg, volgens mij. Je kunt in Nederland in principe eigenlijk altijd via meerdere verschillende wegen naar je doel toe. Ja, het is wel heel vervelend voor de mensen die dan dagelijks moeten zijn. Ik weet geloof ik wel 3 manieren om naar Wageningen te rijden als je het per se weten wil. Bij wijze van spreken. Ja. Als ze zich ook op de A12 bij Ede gaan vastlijmen. Ja. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik vind het niet zo'n verschrikkelijk groot probleem. Ik vind zolang het een sterk attenderende werking heeft, want dat heeft het wel, zou ik ook daar nog even mee doorgaan. Zoiets slijt natuurlijk, dat blijft niet eeuwig. En dan moet je ook weten wanneer je weer stoppen wil. Dat hebben ze gezegd, hè, wanneer ze stoppen, als fossiele brandstoffen de wereld uit zijn. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is flauwekul. Dat is een beetje net als ik, die zegt dat hij tot zijn 100ste bij de slimste mens blijft zitten. Hoe een beetje realist zal begrijpen dat het zo niet in elkaar zit.